Goedemorgen kijkers van Hallo Thuis. Ook vanmorgen natuurlijk weer van harte welkom bij Hallo Thuis. En voor iedereen een hele goede morgen. De strengste maatregelen vanwege de corona zijn gelukkig voorbij. We mogen weer bij elkaar op bezoek en de dagbesteding is weer open. Maar helaas, een heleboel activiteiten en bijzondere evenementen mogen nog niet. Normaal is er begin juni altijd de jaarlijkse Prokkelweek. Velen van jullie zullen die wel kennen en waarschijnlijk hebben sommigen van jullie ook wel meegedaan in de afgelopen jaren. Ja, voor hen die het nog niet weten, een prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. En dat kan dus tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Wij bij Philadelphia zorgden er vaak voor dat cliënten een dag konden meelopen met een minister, een lid van de Tweede Kamer, een burgemeester of een directeur van Philadelphia. Het waren altijd prachtige dagen met hele mooie gesprekken. Tja, dit jaar dus even niet. Maar Prokkel zou Prokkel niet zijn als ze daar niet wat op hadden bedacht. Daarom is het deze week elke dag om 10 uur koffietijd. Digitale koffietijd op de website wijdewereld.tv. Je kunt dan dus digitaal koffie drinken. En wat betekent dat nou? Door een gastvrouw van de wijde wereld word je gekoppeld aan iemand. Iemand die je dus nog niet kent en waarmee je gezellig koffie of thee gaat drinken. En met elkaar in gesprek gaat. Spannend, hè? Op deze manier nieuwe mensen te ontmoeten? Vandaag om 10 uur... opent Rick Brink, onze minister van Gehandicaptenzaken, het eerste koffieuurtje. Doe je ook mee? Laat ons dan even weten of je een leuk gesprek hebt gehad. En dus, een hele fijne dag, een mooie koffietijd en natuurlijk, tot morgen!